verjaardag van uw stad. Bedankt. En iedereen ook. Ook gefeliciteerd. Ja. Bij een verjaardag worden cadeautjes. Dus toen wij ongeveer een jaar geleden werden benaderd voor een kunstinvulling voor 775 jaar Haarlem, was dat onze eerste gedachte. Hoe kunnen we samen met alle inwoners van de stad een mooi cadeau aan de jarige stad geven? Haarlem en ik is geheel in de traditie van Haarlem als kunst- en boekenstad een liber amicorum, een vriendenboek. Maar het bestaat uit allemaal kleine zigzagboekjes, zogenaamde leporello's. Anouk Rozenhart, die hier ook aanwezig zij, ontwierp het logo voor de kaft. En door de Haarlemse firma Voeterling werden handgemaakte boekjes gemaakt. En wij hebben ze gestempeld en gevuld met een flyer en vervolgens een elastiekje erom. En alle mensen die dat wilden, mochten in de bibliotheek en in het kunstcentrum Haarlem een boekje komen ophalen. Dat konden ze gratis krijgen. Wat is jouw verhaal in of met Haarlem, nu, in het verleden of misschien wel in de toekomst? Het resultaat is een prachtig tijdsbeeld. Wat houdt de bewoners van de stad bezig anno 2020? En alles was toegestaan. Schrijven, tekenen, schilderen, knippen, plakken. We hebben zelfs geborduurde boekjes en stoffen mondkapjes en ook een heel fraai kijkdoosje. Dat staat daar op de tafel. U krijgt van mij het eerste boekje. Alsjeblieft, gemaakt door Piet Zwaanswijk, een professioneel kunstenaar. En hij was echt binnen een week kwam hij met een mooi boekje. Zo. En het is een cadeau van al uw burgers. Alsjeblieft. Dank u wel. Dank u wel. Ontzettend leuk idee. Ik vind het echt, ja, je moet er maar opkomen. Dat is het bijzondere natuurlijk van kunst. Voor een deel is het soms ambachtelijkheid. Maar voor een deel is het ook gewoon de inspiratie, het goede idee hebben om iets bijzonders te maken. En dit is wel heel erg leuk, want het is ook echt door Haarlemmers, het is van Haarlemmers, het is voor Haarlemmers. Ik vind het heel erg leuk en eervol dat ik dit eerste exemplaar krijg. Kleurrijk, heel mooi gemaakt. Ik laat er even doorheen, maar ontzettend leuk. En ook mooi dat er zoveel mensen hierop gereageerd hebben. Dus kennelijk het gevoel hadden van, nou, ik ben misschien wel geen kunstenaar in de directe zin. Maar toch vind ik het leuk om ook zoiets te maken en daar ook eigen creativiteit in te leggen. Maar nu denk ik dat het veel leuker is dat we het op een plek brengen waar mensen het gewoon ook nu gaan bekijken. Dus ik wil hem graag meteen weer doorgeven aan de directeur van het Museum Haarlem. Van harte welkom hier in het museum. En wij hebben inderdaad ongelooflijk enthousiast gereageerd op het verzoek. Ja, waar zou het anders tot zijn recht komen dan bij ons? Dus we hebben in de gang hebben een plek gemaakt, zodat de mensen ook zonder een kaartje te komen van het museum, in ieder geval elke dag naar hun werk mogen kijken op het moment dat ze even bij ons in de vitrines liggen. Volgens mij gaan we nu eerst een liedje zingen. Ja. Ik hoor niks van mijn alias en stukjes voor de kant. Ik kan er verder niks aan doen. Mijn naam is Willem Brouwer. En Haarlem is Charmant. En heeft een stedenbaan. Ik heb mijn hart verpand. Lang leven Haarlem. Alsjeblieft, meneer Lieden. Thank you.
Ja. Ja. En dat is nog maar een derde van wat we nu binnen hebben. Ja. En dan moet hier dus een gast. Waar ze allemaal in komen? Ja. Nou, we hopen dat in april dan misschien in de kloostergangen ook een plekje is voor een aantal boekjes. Ja. Van een grote leemte voor de stad kunnen maken van, boekjes. En dan gaat het voor eeuwig. Dan uiteindelijk, als het altijd op enig moment niet meer hier bij het museum passend wordt geacht, dan gaan we er gewoon weer naar het archief. Dat gaat niet altijd. Het zou echt zonde zijn als dit verloren gaat. Ja.